Lehrlingen besser aus. Mit diesem PowerPoint will ich Ihnen gerne etwas mehr Informationen geben über die Studierichtung Mechanische Techniken. Mechanische Techniken ist eine Studierichtung, die von der 2. Grad die Platz findet auf dem Campus in Tongeren gelegen auf der Sint-Ruiter Steenweg. Diese Richtung kadert binnen het studiedomein Wetenschap en Techniek en behoort tot de finaliteit 3. Naast de algemene vakken besteedt deze richting 14 uur, kan je hier zien, aan het realiseren van mechanische constructies. Wat houdt dat in? Onderdelen ontwerpen, vormgeven, controleren, monteren, demonteren en toepassen van onderhoudstechnieken. Wanneer je eerder praktische dan theoretische bent aangelegd, is deze richting echt iets voor je. Hier zie je een overzicht van de verschillende vakken die in deze richting aan bod komen. Deze worden verder toegelicht in de latere dia's. Om tot een afgewerkt product te komen, doorlopen jullie de verschillende fasen. Namelijk, je begint met te schetsen. Van deze schets wordt tekening gemaakt. Deze wordt met een computerprogramma gemaakt. Vervolgens ga je met deze tekening het deel vormgeven. Ga je dat maken, frezen, draaien, deze snijden. Vervolgens, als dat deel gemaakt is, wordt het gecontroleerd en nagemeten. Dat doe je met de gepaste meettoestellen om dan uiteindelijk te monteren tot één geheel. Met deze dia krijg je een beeld wat er gemaakt kan worden met lasersnijden en 3D-printen. Dit zijn enkele voorbeelden die gemaakt geworden zijn met draaien, frezen en CNC. De meeste aandacht gaat hieruit naar het CNC, dus het computergestuurd draaien en frezen. Hier zien jullie enkele werkstukken die aan bod komen tijdens het lassen. Er wordt zowel elektrode als half automaat aangeleerd. Dit zijn enkele werkstukken die ze gemaakt hebben tijdens plaatbewerking. Onder andere het maken van een gereedschapskoffer, schotelverwarming enzovoort. Tijdens Prumatica worden de pneumatische onderdelen toegelicht en worden er eenvoudige schakelingen opgebouwd. We proberen zoveel mogelijk verschillende vakken aan te halen binnen een project. In het project van de grijparm bijvoorbeeld komt zowel pneumatica als lasersnijden, als CAD tekenen, als monteren aan bod. Tijdens elektriciteit wordt de verband tussen stroom, spanning en weerstand uitgelegd en worden eenvoudige serie- en parallelschakelingen uitgewerkt. Ook hier wordt zoveel mogelijk elektriciteit geïntegreerd in de verschillende projecten. Tijdens monteren en demonteren en onderhoud worden projecten zoals de plaatsschaar, deze, als in een elektromotor volledig gedemonteerd en vervolgens terug gemonteerd. Er wordt ook gewerkt met Invento. Dit is een bouwpakket van verschillende profielen en verbindingstukken waarmee ze dan tot bijvoorbeeld een go-kart of een fiets of dergelijke maken. Zo, wanneer je de mechanische technieken met succes hebt afgerond, dan is de volgende stap de 3e graad en dan kom je terecht bij de mechanische vormgevingstechnieken. Indien jullie nog vragen hebben, kan je altijd bij meneer Evers of bij mijzelf terecht voor wat meer uitleg. Dan wens ik jullie nog heel veel succes met het studiekeuzetraject en hopelijk maak je de beste keuze.